Ik vind het ook belangrijk, want je bent passief, je kan niks doen. Dat is het enige wat je nog kan doen. Je laten weten dat je geschokt bent door alles wat er gebeurt. Er wordt de laatste jaren steeds vaker gedemonstreerd in Amsterdam. In 2013 waren er nog maar 260 protesten, maar dat aantal is in nog geen 10 jaar bijna verzesvoudigd naar 1510 demonstraties in 2022. Maar die demonstraties roepen ook steeds meer emoties op. Denk bijvoorbeeld aan de acties van Extinction Rebellion op de snelweg of de vele betogingen rond het conflict tussen Israël en Palestina. Daarom vroegen we aan ruim 2000 Amsterdammers wat zij hiervan vinden. Een ruime meerderheid vindt het demonstratierecht erg belangrijk. Het is een grondrecht. We leven in een democratisch land. Iedereen moet zich gehoord voelen. Hoe lastig ik het soms ook vind, het recht het met elkaar oneens te zijn, is een van de pijlers van de democratie. Zodra demonstreren ontaart in overlast voor anderen, verliest dat het predicaat bijkans heilig. Een demonstratie, al is het wettelijk op het randje, niet toestaan, komt al snel in de buurt van de mondsnoeren. Dat is on-Amsterdams. De panelleden zijn wel verdeeld over de vraag of de protesten ook echt veranderingen teweeg brengen. Bijna de helft denkt dat de protesten in Amsterdam geen effectieve manier zijn om dat te bereiken. Dat is eigenlijk ook wel de reden waardoor ik het ook zelf niet zou doen als ik het er ergens niet mee eens ben. Omdat ik dan ook het gevoel heb alsof mijn bijdrage niet echt een steentje er per se aan zou bijdragen. Als je daarnaar zou kijken, dan is het natuurlijk, ja, elk klein steentje dat draagt daaraan bij. Maar heel vaak wordt er ook op een bepaalde manier gedemonstreerd. Op een manier waarvan ik wel afvraag of het inderdaad zin heeft. Helaas niet, want ik heb gedemonstreerd toen Oekraïne aangevallen werd. Ja. En dat heeft helemaal niks uitgehaald. En natuurlijk niet, je kan daar toch niks tegen doen. Je bent machteloos. Eind december voerden klimaatactivisten van Extinction Rebellion actie door de A10 te blokkeren. Burgemeester Halsema had de demonstranten van tevoren verboden op die plek actie te voeren en een alternatieve locatie aangewezen. Maar de activisten wisten toch de snelweg te bezetten. Mevrouw, waarom staat u op uw hoofd? Omdat ik aandacht wil vragen voor klimaatproblemen. Bijna 2 op de 3 panelleden zegt geen begrip te hebben voor dit soort acties. Ik begrijp de frustratie en de onmacht, maar je medeburger de dupe laten worden vind ik niet wenselijk. Het is een middel om echt de aandacht te krijgen en dat is zeker voor het klimaat heel erg belangrijk. Gevaarlijk, en het zet een deur open naar andere groepen om hetzelfde te doen. Ondanks het verbod werd de snelweg toch geblokkeerd door de klimaatactivisten, zoals ze ook van tevoren hadden aangekondigd. Doei! Tot ziens! Tot ziens! De Amsterdammers in dit onderzoek vinden dat de politie, justitie en burgemeester meer hadden moeten doen om dit te voorkomen. Tijdens de bezetting van de A10 duurde het 3 uur voordat de politie begon met het aanhouden van demonstranten. In het gesprek met de burgemeester op AT5 blijft Femke Halsema erbij dat het politieoptreden effectief is geweest. Voor politieoptreden doorloop je een aantal fasen. Dus het is vanzelfsprekend dat je eerst tegen de demonstranten zegt, je mag hier niet zijn en je moet weggaan. Dat is gebeurd, daarna is er opgetreden. En moet dat dan echt 3 uur duren? Want dat is toch wel een vraag die heel veel mensen hebben. Dat is in fase gegaan en daarbij moet de politie moet dan klaar gaan staan. Dat duurt even, moeten beslissingen op worden genomen. Het is wel een goede kans dat het volgende keer sneller gaat. Toch vindt de meerderheid in dit onderzoek dat de politie sneller had moeten optreden. Uiteindelijk werden er bijna 400 arrestaties verricht. 7 activisten zaten langer vast en worden mogelijk vervolgd omdat zij als eerste de snelweg opliepen. De rest werd dezelfde dag weer op vrije voeten gesteld. Over dit optreden van justitie, die verantwoordelijk is voor het arrestatiebeleid tijdens deze blokkade, zijn de panelleden verdeeld. Een kleine meerderheid zegt dit optreden niet streng genoeg te vinden. Terwijl de rest het juist wel goed of juist te streng vindt. Waar maar liefst 3/4 van de panelleden elkaar wel in kunnen vinden, is dat de volgende aangekondigde blokkade op de A10 op 24 februari opnieuw verboden moet worden door de burgemeester. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas vinden er geregeld betogingen plaats in de stad voor 1 van beide kanten in het conflict. En daarom vroegen we aan panelleden hoe ze tegen dit soort demonstraties aankijken. In tegenstelling tot verstorende acties van bijvoorbeeld klimaatactivisten, zegt een overgrote meerderheid van het panel dat er voor dit soort demonstraties juist wel ruimte moet worden geboden. Ja, dat vind ik goed. Ik vind het ook belangrijk, want je bent passief, je kan niks doen. Dat is het enige wat je nog kan doen. Je laten weten dat je geschokt bent door alles wat er gebeurt.
Je kan daar rustig, en vind ik ook heel goed, dat we allebei demonstreren, want dat is hun gevoel. Maar ik ga niet zeggen van de een wel of de ander niet. Dus ja. Voor mij, ik zie liever een demonstratie voor de vrede. Bekijk meer uitslagen en achtergronden op at5.nl/panel of in de app.